Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe part van Oil Rush. We zijn nog steeds op Antarctica, zeg maar. Arctic Twilight, after winning his first battle against the Northern region, Kevin moves deeper into their territory. On a recommend, five flight detects another airplane base and heavy factory producing heavily armed. I'm ahead of you, won't give me. Dus er zijn nog meer helis en nog meer dingen. En een heavy factory is er blijkbaar. En een fort. En een fort is een defensive fort surrounded with towers and controlled from a nearby platform. Duidelijk, we zullen wel zien wat het is. En we hebben speed, production speed. Krijgen we nog weer erbij. Zal wel. Ik weet alleen dat we als eerste sharks hebben, dat zag je, dat was het enige rode in beeld. En we zitten nog steeds in de frozen hell. Capture heavy factory en capture airplane base. En ik heb Jurk in mijn oor. Dat zijn de heavy dingen dus. Ah, dat is handig. Ik wil scrollen, maar... Apply. I could lead an air attack here. Wat moet ik doen? Ja, ik ga eerst daar naartoe. Allemaal! All to arms! Naar die andere Shark Factory. Dubbelklik. Kijk eens, zo mooi. Hé, dit is wel het blauwe water trouwens. Het is niet zo... Ja, het klinkt heel raar, blauwe water, maar... Het is niet zo saai blauwerig. Het is gewoon mooi blauwerig. Apart blauw. En we hebben deze gecaptured. Nou de rest nog. Daar zijn we weer. Dan zal ik daar even defense. Hoeveel olie heb ik? Yay, upgrading. Light naval units, heavy, medium. Gewoon alles erop. Zo. Ik heb nog maar 20 olie, maar dat maakt niet zoveel uit, want ik heb die ene. Gooien we dit omhoog. Dan doen we dat en die. Zo, close. Oké, oil to the oil rig. Want die ben ik ook wel nodig. Wat zijn dit trouwens? Zijn het enemies of friendlies? Ik heb geen idee, eigenlijk. Ze hebben defense fort. En ze hebben een zieke... Dat is wel ziek. Zeg, ze hebben zo'n muren. Dat is wel nice. Yay! Dan kopen we die en kopen we armor of damage. We hebben extra damage. Oh, dat maakt trouwens geen zak uit, dat overleven we wel. Jullie, ga daar eens naartoe dan. Ik wil eens kijken wat zij gaan doen. Of heb ik nou gewoon extra enemies? Gewoon wat normaal is. Gaan die nou hier helemaal dood? Ja, die daar ging helemaal dood. Mooi. Ja. Sowieso dat dit enemy shizzle is. Ik heb dus gewoon twee enemies nu. Want ze hadden het net over allies. Dus dat is een beetje verwarrend. Maar doe maar. Prima. Nou, kom op. Schiet die heavy units neer, bitches. Was dit? Increase inflicted damage. Ik kom echt aan mijn woorden. It's your turn. Gather all available air forces and fly across the icebergs. Your objective is to capture the oil rig. Wat's dat? Oké, ik moet dan met de vloekzoik. Moet ik dingen doen? Capture die heavy maar daar. Er zit sowieso enemies daar. Veel ook waarschijnlijk. Oh, twee. Overleven jullie dit? Kom op jongens. Oh fuck. Jullie daarheen. Attack. Hoe gaat het hier? Die is aan het capturen, dat is goed. Hoeveel olie heb ik? Ik heb niet zoveel olie, dat is kut. Nee. Capture, snel, voordat het allemaal van hun is. Anders zijn die dingen ook van hun, die turret. Allemaal nooit, niet. Schiet op!
Oh fuck. 50% daarheen. En 50% daarheen. Kom op. Jullie kunnen het. Kom op. Kom maar goed. Kijk. Yay, ik heb hem nog. Oh yeah. Donders veel leuk. Maar niet. Wat hebben we hier allemaal? Hier hebben we ook een vliegtuigje. We gaan eerst die capture. Is het slim om alles naartoe te sturen? Nee. Doe ik dat? Ja. Yeah. Oh nee, dat niet. Ik stuur me 50% heen. Oh yeah. Gaat die shark nou ook nog 1-1 met die winnen? Nee. Dat had ik niet moeten zeggen. Oh, we hebben hier vliegtuigjes. Fuck. Ja. Beetje overrun hier. Hoeveel lui heb ik hier maar niet, jongen? Jezus. 50% daar naartoe. En voor de rest ga ik met 100% werken nu. Daarheen. Holy platform. Die. Gaat dat goed hier allemaal? Nee, niet echt. 50% daar naartoe. 100% daar. Ah, kut. Ik heb alleen die twee nog maar. Die gaan eraan. Sowieso. Maar ik moet meer olie hebben. Dat is het probleem. Hier zit echt belachelijk veel. Die sturen we ook daarheen. Ah, alhoewel. Er komt ook belachelijk veel op mij af. Oh-oh. 100% daar naartoe. Zij hebben nog niet getagd trouwens, die lui. Zo apart. 50% daar naartoe, daar ging 100% naartoe. Maar dit gaat wel goed hier. Dat gaat ook nog wel prima. Defense. Die erbij. Volgens mij heb ik hier kan bunken, maar dat weet kom op jongens, opgerot. Fucking hell jongen, hoeveel wil die wel niet meer toesturen? Niet te zuinig. Beter doe je het niet. Oké, okay, yeah, fuck it ook. 100% aan toe. Nee, mijn bootjes. Gelukkig ga ik daar nog geen defenses. Maar... fucking hell, nu heb ik hier niks meer. Kom op. Turret. Oh, ik heb ook al 6 van die dingen, joh. Dat heb ik nog helemaal niet gezien. Nou, die. Oh, die kon ik nog upgraden. Nou, damage van towers is prima. Oké, dit heb ik allemaal nog. Capture oil rig, ja, daar was ik mee bezig. Ik moet alleen de vliegtuigjes hebben. Ga daar maar naartoe. Doe je best. Als je het voor elkaar krijgt, vind ik het knap. Ga daar maar achteraan. Daar is niks. Half. Ik weet niet. Oh nee, dat zijn die vliegtuigjes. Als ik deze nou even upgrade. Of upgrade. Even defense boost. Hoeveel? Eh. Waar gaan die lui allemaal heen? Vraag me af en toe. Af. Ze gaan naar die oorbreak volgens mij. Hoe gaat het hier? Slecht. Goed zo. Hoeveel boot heb ik hier? Zo, 3 van die dingen daar naartoe. 50% daar naartoe. En dan ga ik met 100% dit zo meteen aanvallen. Ook al wordt dat echt kut. Nou ja, dat ga ik ook nog niet gebruiken.
Eerst twee heavy dingen, want er komen altijd van die heavy bitches aan hier. Hoe gaat het hier, vliegtuigjes? Die zijn bijna allemaal kapot, maar die is ook bijna kapot. Goed bezig. Die enemies houden wel echt van aanvallen, joh. Dat is niet te zuinig. Dat heb ik allemaal. Dit is armor rating van de towers. Nog meer. Doe gewoon armor rating van towers. Towers, dat gaat wel even belangrijk zijn. Yay, de oil rig is ours. It's time to make our way to the heavy factory. Ja, maar niet nu. Die hebben van alles nog. Gooi het gewoon eentje bij. Full defense. Kijk, dit is allemaal level 3 nu. Nu moet ik alleen de bovenste nog. Dan zijn alle puntjes er weer op. Of alle gebruikt, laat ik zo zeggen. Ze zijn niet op. Ze zijn gewoon gebruikt. Die. Nou, alleen straks de airplane ding nog. Dan heb ik maar twee dingen. Maar ik moet zometeen met 100% van alles aanvallen op één ding. En zoals dit is echt kut. Dat zijn er best veel. Fucking hell. Daar is kut. Maar dat maakt niet uit. Overleef ik wel. 100% daar naartoe. Kijk, dat is een goede timing. Want deze heeft allemaal bunkers namelijk, die wel goed zijn. Deze heeft 3 bunkers en een AA-ding. Hier zit een voornamelijk, of geen AA-ding. AA-ding kan ik niet om de een of andere reden, dat is wel stom. Maar hier komen meer heavies, dit zijn allemaal bunkers, of niet? Het lijkt erop. Staat hier een bunker? Dus moet ik 2 van die hebben, sowieso voor de heavies. Anders is dat verneukt. Maar die airplane base die moet ik sowieso houden, dat is belangrijk. Wat gaat hier gebeuren? Dat is echt belangrijk dat ik die hou. Dat zijn maar een paar bootjes. Hoe gaat het hier bij die oil rig? Hij is allebei dood, bijna. Zo goed als. Valt die lui dat ook aan? Nee, natuurlijk niet. Ze gaan mijn oil rig capturen. Dat is niet de bedoeling. Daarin. Is dit alles wat ik hier heb? Ja. Aanvallen. Hoe gaat het hier? Kut. Hoe gaat het daar? Prima natuurlijk. Zo, alles geüpgrade. Oh fuck. Waar gaan die in? Oh, dat lijken er zoveel. Hoeveel kost dit? 50 olie, dat heb ik niet. Kut. Oh, dat was sowieso een ramp. Maar, oké, maakt niet uit. Die lui gaan daar naartoe. Dat moet wel lukken, want er zit een dikke base. Ha, ik word hier zo hard afgeslacht, jongen. Niet te zuinig. Dan is alles dood. En nu heb ik helemaal niks. Helemaal niks. Deze is helemaal onbeschermd. Ups. See Daisy. Als ze willen moeten ze nou aanvallen, maar doen ze niet. Een of andere reden. Hoeveel vliegtuigen heb ik hier? Ah, fuck it ook. Ik ga gewoon een heavy factory. Oil rig is ook niet meer voor mij. Kut. Ga best snel op een gegeven moment, joh. Dat deed hier. Die game. Ik ben alles heel snel kwijt. Maar we sturen hier alles daar naartoe. Hoeveel hebben ze hier van hier? Maar valt mee. Het lijkt echt heel snel heel veel, maar op zich valt het nog wel mee, maar... Het is ook wel weer kut. Wat heb ik? Dat heb ik. Voor units kan deze nog maken. Niks, en die heeft alles al vol. Alles is al vol. Kut. Die zijn allemaal al geüpgraded. Ook. Deze niet, en hier mist sowieso nog iets. Wat moet ik hebben? Ik heb bunkers en een heavy. Wat komt hier eerder? Dus ze komen voornamelijk met heavies in, volgens mij. Jee, die is voor mij. Die zijn allemaal dood. Was wel te verwachten. Ik heb alles
naar dat ding gestuurd, die heavy. En ik hoop dat het werkt, maar ik heb er eigenlijk een beetje een slecht gevoel bij, maar dat maakt niet uit. Overleef ik wel. Denk ik. Hoop ik. Nee, sowieso niet. 50% daar naartoe. Serieus jongen, hoeveel hebben hun hier wel niet? Al mijn dingen gaan allemaal kapot, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik val met 3 fucking beestjes aan die helemaal vol zaten. En alles gaat dood hier. Dat is gewoon niet normaal. Dat is echt gewoon niet normaal. Klopt de ballen niet van. Maar oké. Die gooien we omhoog. Kost ook minder olie volgens mij dan, of niet? Tenminste, dat hoop ik toch. Ik heb daarachter nog wel olie, dus dat scheelt alweer, maar... Serieus jongen, vuile. Capture Heavy Factory, dat is deze Heavy Factory. Als ik die gecaptured heb, volgens mij ben ik... Oh nee, dat is die Heavy Factory. Want wat zijn dit? Dit zijn gewoon shipyards. Aha. Dus als ik nu alle vliegtuigjes daar naartoe stuur. Die van de Orwick allemaal daar naartoe. Hoeveel units heb ik hier? Ik heb hier 8 units. Hoeveel hebben zij hier? Iets meer dan 8. Jezus. Hier heb ik dus 6, dus zit ik met 12. Dit zijn er 5, die gooi ik allemaal naar het vliegtuig toe. Net zoals die oil rig lui. En we gaan de vliegtuigjes volgen, omdat het kan. Kijk eens zomaar. Oh. Kom hier, vliegtuigjes. Dank u. Wee, wat een mooie vliegtuigjes. Zoveel dingen eromheen, jongen. Ze zijn wel goed beschermd, die lui. Maar we gaan, we zien vanzelf wat er gebeurt met dit ding. Dit is allemaal niet beschermd ook. Hier heb ik nu 14 units. Hoeveel? Ik heb heel veel olie ook, zie ik nu. Demoralized en attack. En 50% gaat daar naartoe. Waarom attacken jullie niet, jongen? Ik heb net aangegeven dat jullie allemaal daarheen moeten met een reden. Omdat hij gedemoralized is. Scheid, volk. Nou, die allemaal upgraden. Voordat mensen gaan deze ook nog upgraden. Daar heb ik geen dingen meer voor. Echt jongen, de fuck ging ik helemaal zo snel dood. Het is niet te zuinig. Echt gewoon raar. Eigenlijk. 14 man tegen 14 man en alles is bam. Allemaal dood. Dit is gewoon helemaal niks. Er gebeurt gewoon helemaal niks. Zo raar. Nou, dat krijgen jullie toch niet voor elkaar. Deze 6 lui. Nee, dit zijn er iets minder. Het zijn er meer trouwens, maar... Met z'n 2 ready, dat ik vast wel. Ik moet die oil rig even capturen trouwens. Vliegtuig! Attack! Oh, dat is niet volle vliegtuig zeker? Jawel. Volle vliegtuig. Vliegtuigen. Hé, hey, dat is nieuws komen van achteren. Het zijn homo's. En ze gaan naar deze base waar ik nou net weggaan. Is dat niet heel goed? Dat is heel goed. Moet ik die lui terugcallen? Ja, doe maar. Voor de zekerheid, hoeveel bootjes gaan daarheen? Heel veel. Hoeveel bootjes heb ik daar? Heel weinig. Nee, jullie mogen daar toch heen. Ik heb hier mijn 8 bootjes. Nou, nog wat. De oil is bezig. De olie, dat is mooi, want die moet ik hebben. Yeah. Daar heb ik nog meer olie. Dan moeten we alleen nog even goed gaan doen. Daarheen. Even kijken. Omdat ik nou volle units heb, kan ik ook niet meer wat gaan boosten. Die staat gewoon uit, zeg maar. Dus dat is wel goed. Dat is wel over nagedacht, laat ik zo zien. The fuck, jongen?
Ze hebben echt 20 lui daarop, jongen. Dat is het kutte hieraan. Als ze nou die andere twee bases van mij hebben. Production units is een aantal gebouwen dat je hebt. Maar zij hebben nu volle production units op één zo'n gebouw. Een stuk of 20. En ik heb hier allemaal losse luidjes overal, zeg maar. En dat is best wel fucked up. Even kijken. Dit is allemaal geüpgrade. Even kijken, hoe staat het hier? Nee. Ja, en dit was ook allemaal geüpgrade. Het zijn allemaal bunkers? Hè? Ik had toch ook heavy dingen gebouwd? Dat ben ik nou helemaal lam. Ik had toch die gebouwd, sowieso. Oh ja, bouwen we die opnieuw. Met die vliegtuigen gaat goed. Je kunt ook van achteren aanvallen namelijk. En eigenlijk moet ik zorgen dat ik die capture, want dan heb ik hier een frontlinie. Dat zijn 4 bootjes, dat overleeft dit ding wel. Dat komt wel goed. Zij gaan weer naar die oil rig toe, ze doen niet anders. Yeah. Ach kijk, er komen wat naar de oil rig toe. Een paar kleine bootjes. Dat is op zich wel goed. Ah, fucking hell. Als deze, gauw als deze dood zijn. 100% daar naartoe. Ook al gaan zij het aanvallen blijkbaar. Met 4 bootjes. Ze vallen elke keer aan met 4 bootjes. En jullie daar naartoe. Jullie overleven dat wel. Tegen de tijd jullie zijn demoralized. Kom op. Jullie daar naartoe. Anders krijg je de oil rig. Oké, dat was echt gewoon een murder hole. Want er ging echt zoveel fout. Alles ontploft hier. Alles gaat dood, behalve de enemy. Het is allemaal mijn spul wat dood gaat. Tenminste, het meeste lijkt allemaal mijn spul wat dood gaat. Dat is niet zo mooi. Deze lui valt trouwens niet aan, die blauwe. Dat is maar goed ook, anders was ik helemaal de lul als ik met twee kanten wordt aangevallen. Hoe gaat het hier? Zijn er mijn bootjes? Nee. Zijn niet mijn bootjes. Dat is niet mijn winkel, vriend. Daarheen. Gaan we naar de oil rig. Alhoewel. Ja, prima. Gaan we naar de oil rig. Oh, ik zit aan de limiet van 500. Wat een ramp. Houden we deze lui wel de hele tijd in de gaten? Hoeveel hebben zij nog? Zoveel. Attack. All attack. Demoralize. Wat is dat voor? Temporarily decreases inflicted damage in armor of enemy units and towers. Can be applied to enemy platforms. Dat doen we, dus dan is het goed. Oh, fucking hell, blijf van mijn ding af. Yay, 2 upgrades. Kan ik die mee upgraden? En die demoralize. Hopelijk werkt dat. Een beetje. 100. En weer gaat alles naar de tering. Voor de zoveelste keer. Gaat echt lekker. Het is echt nog niet zo makkelijk als het lijkt, dit spel. Dat is kut. Maar ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Ah, er zijn wel erg veel enemies kapot in de towers, dus zijn er ook een paar van kapot. Dat is wel goed.
Hoe gaat het hier bij de Orbreak? Dan gaat het prima. Dit gaat allemaal dood. Hier hebben we best wel veel bootjes, vliegtuigje. Ja, die vliegtuig, dat gaat wel goed. Daar hoef ik me geen zorgen om te maken. Die lag aan aanvallen. Nee, die gaan naar Orbreak. Mooi, die zijn aan het capture. Als je captured is, dan val ik ze in hun rug aan. Oh kijk, ze gaan nu ondertussen al bevechten. Dat is ook mooi. Dat is ook goed. Dat is prima. En 3, 2, 1. Aanvallen, aanvallen. Jullie daar naartoe voordat die Orbreak gecaptured wordt. Kom op. Fucking hell, zo moeilijk kan het toch niet zijn. Fucking hell. Twee van die dingen ook, hè. Terug. 50% daar naartoe. Drie vliegtuigen daar naartoe, snel. Kom op. Jullie kunnen het. Yay! It is finally mine. Het heeft godzolang geduurd, maar het is uiteindelijk van mij. Nou, het is nog niet van mij, maar het is bijna van mij. Fuck you. Yeah. 50% daarin. En 100% van dit. Blijft even hier. En aangezien ik 500 van die dingen heb, zijn veel heavy dingen. En de rest zijn twee bunkertjes. Hoeveel hebben die lui hier? Best veel, maar valt mee op zich. 100%. We gaan daarheen, daarheen. 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 En als jullie klaar zijn met capture vliegtuigjes en bootjes en de rest, daarheen. Dit zijn er toch maar een paar. Ik weet niet waar die helemaal heen wil. Die gaan naar de enemy toe, joh. Die willen ontsnappen. Losers. Kom op, demoralize. Attack, bitches. Attack. Jullie kunnen het. Capture die base, alstublieft. Capture die base. Alsjeblieft, capture. Nou, dat gaat je niet lukken met twee vliegtuigjes. Die gaan sowieso neer. Kom op. Oh, iets meer dan twee vliegtuigjes. Zijn ze nou serieus aan het capturen? Kan niet. Daarheen. Daarheen. Voordat het misgaat. Kom op, capture. Alsjeblieft. Oh. Maar er gaan al units naartoe. Is goed. Yay. Voor wat? Voor D&D. Yay, nu is alles level 3 en is alles het hoogste wat er is. Daarheen, snel. Jullie, daarheen. Maakt me niet uit wat er allemaal is. Ondertussen bevecht je met andere dingen. Klik, klik, klik. Die. Die, kut. Nee, die moest niet. Cell, die moest. Upgrade, 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 upgrade. En het bootje wat hier was, dat is er maar één. Gaan we daar naartoe. Mooi, hier zijn er nog niet zoveel meer, maar die zitten allemaal bij die fucking oil rig. Daarheen, daarheen. Wordt het aangevallen? Nee, nu wel. Schiet, shooten, shooten.
Mooi, die wordt gecaptured. Zo gauw als daar alles is, dan stuur ik dat dan hier naartoe. Kom op, val aan. Kom op. Kun het. Het is nog echt wel een lastig spel op zich. En wat de fuck komen die vandaan dan? Die komen gewoon uit het niets. Vuile flikkers. Het is helemaal jullie gebied niet. Maar daar ging een vliegtuig volgens mij. Volgens mij heb ik alles nou al weggestuurd. Of niet hier. Zo'n beetje. Wel. Kom op, full attack. De meeste, of zijn dit mijn bootjes? Zijn dit mijn bootjes? Dat zijn mijn bootjes, want die zijn rood. Die zijn kapot. Die van hun niet. Kut. Wat gekomen? Oh, er komt nog heel veel aan. De cavalerie komt er al aan. Dan moeten we alleen nog met vliegtuigjes die base gaan capturen. Maar dat is het probleem niet. Zolang hier alles met dood is, maar dat is het nog niet. Vuile tyfuslui. De fuck komen al die blauwe opeens vandaan, jongen? Dat slaat helemaal nergens op. Dat is echt de grootste onzin ever. Oh, nee, 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 nee. Af. Daarheen. Ah, deze zijn nogal bij je upgraden. Dat komt nog goed ook. Daar allemaal heen. Upgrade. Heavy, heavy, heavy. En een kleintje. Maar de fuck, jongen. Al die blauwe zijn dood eigenlijk. En toch blijven ze elke keer van de zijkant hier komen. Dat is eigenlijk grote onzin. Dat is ook heel slecht, vind ik. Die lui zijn gewoon verslagen. Punt uit. En dan gaan ze naar een oil rig toe. Maar dat kan ik ook. Maar dat vind ik echt slecht. Dat vind ik serieus slecht. Hier is gewoon niks meer. Punt uit. Accepteer dat nou maar. Jullie gaan daar naartoe. Alle vliegtuigen overal. Daar naartoe. Ik weet niet wat hier allemaal is, joh. Best veel dingen, dat weet ik wel. Die uit en die uit. Vliegtuigjes daar naartoe. Hoe zit het daar eigenlijk? Want het gaat voornamelijk om deze. Er zitten drie van die boten en de rest is zo. Even kijken, 25% daar naartoe. 25% daar naartoe en 25% daar naartoe. En wat heb ik dan nog over? Nog een paar dingen. Die gaan we ook daar naartoe. En hier heb ik allemaal vliegtuigjes. Nee. Ja, je gaat naar die Orrick toe. Oh, wacht. Dat helpt niet. Dat is 100%. Hier heb ik 9 vliegtuigjes. Gaat dat hier? Die moet ik allemaal nog upgraden. Daar zijn wat bootjes, dat. Dat zijn alle vliegtuigjes. 100% daar naartoe. Dit gaat goed. Hoeveel boten zijn hier wel niet, joh? Het zijn wel erg veel. Ga er ook maar een paar daar naartoe. ...100% gaat hier in het midden toe, bij het vliegveld, dan kan ik altijd teruggrijpen. Maar dat zullen jullie zien in een volgende part, denk ik, zomaar. Dus dat komt gewoon in de volgende part. Of ik moet nog heel snel dit capturen, dat zou ook kunnen, maar daar heb ik weinig vertrouwen in. Dat gebeurt. Gaat redelijk veel kapot volgens mij. Ik zal dat nog gebruiken, misschien dat nog helpt. En anders duurt het weer veel te lang. Maar je zit nou op 33 minuten of zo. Heb ik ook nog ergens vliegtuigjes? Nee, helemaal niet. Zijn er nog 7? Gaat dat werken? Nee. Gaat niet werken. Dus dat zien jullie in de volgende part. Laters. Hallo en welkom bij de tweede part van deze missie. We zitten nog stil in hel.
We proberen nog steeds deze dingen te capturen. No oil, no defense. En hoezo no oil, no defense? Ik heb toch olie? Gast, mijn olie is vol, wat lul jij? Waar heb jij last van? Volgens mij heb ik overal al dikke defenses helemaal geüpgraded en al. Ja. Oh, mijn olie wordt gecaptured. Ja, overal alles. Nou moeten alleen die lui nog. Ze blijven me aanvallen van links, jongen. Ik vind dat echt de grootste onzin ever. Daar kan gewoon niks meer wegkomen. Die blauwe dude is verslagen. Is dat niet zo moeilijk? Om te begrijpen. Heb ik ook nog ergens vliegtuigjes? Is mijn vraag. Hier daar. Hier niks. Ja, hier 3, 4. Die mogen allemaal even daar naartoe gaan. En die twee mogen ook daar naartoe gaan. Hier heb ik niet wat. Daar niet wat. Hier zitten de twee tussen. Die mogen ook daar naartoe. De rest mag blijven waar die zit. Behalve die, en dan gaan we nou heen. En dan gaan ze aanvallen volgens mij. Of gaan ze wel naar Ulrich toe. Die lijst zijn soms echt onduidelijk, de enemy. Echt heel onduidelijk. Maar ja. Oh kijk, want dan gaan ze opeens in het vliegveld toe. Dude. Kies wat. En dan dus gaan we naar de Ulrich. Dus houden we onze defense maar op de Ulrich. Dan komt het helemaal goed. We gaan weer aanvallen met vliegtuigjes. Yeah. Jill, yeah. Komt helemaal goed. We lagen allemaal dood. Hier hoop ik ook. Ja, kijk eens. Ze worden allemaal afgeslacht. Mooi. Even kijken hoeveel hebben we daar. Hoeveel enemies zijn daar? Nog steeds die boten. Nog steeds hetzelfde, niks veranderd. Waar zijn vliegtuigen? Daar zijn vliegtuigen. 3, 2, 1. Yay, demoralize. Oh, kijk, dat is al één bot minder. Nou, val de rest aan. Hoeveel lui zijn hier eigenlijk? Er zijn er ook maar een paar. Misschien ga ik die ook wel aan kunnen pakken eerst. En dan van twee kanten ook met bootjes kunnen aanvallen. Misschien is dat ook wel slim geweest. Maar nu doe ik het puur met vliegtuigen. En vliegtuigen vinden dat niet helemaal leuk, heb ik het idee. Hoe staat het met die towers? Kan ik vanaf hier ook eentje daar naartoe sturen? Nee. Dat zijn gewoon defense. Je moet vliegen. Ulrich, 50% down to. En vliegtuigje daar naartoe. Hoe gaat het hier anders? Oh, wel redelijk goed heb ik het idee. Towers gaan redelijk kapot. Er zijn twee boten kapot. Er is er nog eentje, dat is die. Die lui zijn al druk bezig. Ze hebben die Ulrich, die blauwe. Ik vind dat echt onzin. Ik blijf dat onzin vinden. Dat vind ik echt slecht in deze game. Maar dat komt misschien omdat ik Age of Empires of Starcraft en alles speel. Als de enemy dood is, dan is die dood. Punt uit. En dan komt hij niet via een hoekje elke keer weer terug. Dat slaat nergens op. Maar we hebben het gecaptured. Yeah. Daarom doet het vliegtuig ook een salto. En dat was het. Dat was deze missie. Oh yeah. Fucking mooi. Dan klinkt het misschien raar. Maar dan was dit geen twee part. Dan was dit wel gewoon één part. Want de tijd zo lang is het nou ook weer niet. Het is iets langer dan een half uur. Maar ik zat net heel erg te twijfelen van ja, doe ik het nou wel of niet in part? Hoe lang gaat het allemaal nog duren? Maar dan is dit gewoon de part. Dus wat ik net zei van dit zijn twee losse parts en zo, daar klopt dan geen zak van. Dat heb ik dan gelogen. Oh. Maar ik hoop dat jullie het nog leuk vonden. Leuke serie, leuke game en zo. En ik zie jullie in de volgende part weer. De volgende missie is dat. Laters.